als ik nu daaraan terugdenk, van toen hebben we gewoon een week lang met een dood kindje in onze armen gezeten. En iedereen die bij ons thuis langskwam, die trof dat aan. Het was in het weekend voor kerst. En Donna was een beetje, was 3 maanden oud en die was een beetje ziekig. Dat is jullie tweede kindje, hè? Ja. Ze sliep naast ons op de kamer in zo'n co-sleeper. Dus die nacht was ze wel heel erg aan het kreunen. Maar dat zijn natuurlijk een beetje dezelfde geluidjes als de krampjes die een baby altijd heeft. Alleen dit klonk iets erger dan normaal. En die ochtend daarna, toen was ze nog steeds zo slap. En ik had Donna had ik in bad gedaan en die aangekleed. En die lag naast mij op de bank. En daar zaten we zo naar te kijken. En zij ging weg. En toen zei ik, ik vind het niet zo. Ik ben hier niet zo gerust op. Ik ga de dokter bellen. Dus dat deed ik. En ondertussen ging Caroline weg. En de dokter sprak ik. En die was even ergens mee bezig. En die zegt, ik kom er zo aan. De dokter zou langskomen. Die was al van plan om langs te komen. En ik zit zo te kijken. En het leven ging eruit. Dus ik pakte haar op. En toen ik haar op mijn schoot zette, toen zakte ze in. Dus toen, ja, als het ware blies ze haar laatste adem uit. En ik wist niet wat ik zag. Ik geloofde niet wat ik zag. Dus ik ging met haar door de kamer lopen en ik zeg, maar ineens de kleur uit haar gezicht. En ik meteen die dokter bellen. Ik zeg, je moet nu komen, want ze gaat dood. Ja. Toen stond hij dus binnen 2 minuten, denk ik, want het is al, vanaf toen is het allemaal 1 grote roes, voor de deur. En nou ja, toen hij legde er op de bank en ik moest 112 bellen. En hij ging aan het reanimeren en eigenlijk was al overleden, achteraf. Ja, 10 minuten later stond de hele straat, ik woon op de dijk. De hele dijk vol met zwaaiende sirenes en dat soort dingen. En ja. Dus waar je de vorige dag nog ging slapen met het idee van, nou, ze is een beetje pips. En, komt wel goed. Komt want wel ja, goed. Baby's zijn over het algemeen best sterk. Want hebben jullie ontdekt waar Donna dan aan is overleden? Ze had een scheurtje in haar middenrif. En dat scheurtje dat is nooit te zien geweest op echo's. Zelfs heel klein dus. Heel klein. Heel klein. Zelfs ook niet achteraf. We hadden in de laatste fase hadden we nog een 3D-echo laten maken. Dan kun je echt heel specifieke dingen zien. Die hebben we achteraf nog eens bekeken. Maar er was ook niks op te zien. Dus dat was echt heel klein. Maar in die 3 maanden dat ze geleefd heeft, is ze natuurlijk snel gegroeid. En toen is dat scheurtje groter geworden. En uiteindelijk ja, is haar maag ging door dat scheurtje heen. Dus die is door dat scheurtje heen omhoog gekropen. Hmm. En blijkbaar is dat, heeft dat voor complicaties gezorgd. En ja, in die week of in die 2 dagen voordat ze overleed, ja, toen hield ze haar melk en of andere dingen hield ze niet meer binnen. Dat wilde ze niet meer opdrinken. Ze zat ook dat iets, komt voor bij iets gezonde baby's, toch? Dat ze niet willen drinken. Ja, dus ook dat was niet iets waar wij nou heel erg van in paniek raakten. Nee. Maar blijkbaar zat hier iets, hier zat iets helemaal niet goed. Dat is natuurlijk wel een hele donkere wolk die nu ieder jaar over die kerstperiode heen komt te hangen. Dat is gewoon een feit. Dat gaat nooit meer weg. Nee. Want was zij thuis opgebaard? Nee, ze hebben daar gebalsemd. En dat gebeurt ook aan de binnenkant. Dus dat is zo'n goede techniek. Dat zij hoefde niet opgebaard te liggen. We hielden daar gewoon vast. Echt, joh? Ja. Als ik nu daaraan terugdenk, van toen hebben we gewoon een week lang met een dood kindje in onze armen gezeten. En iedereen die bij ons thuis langskwam, die trof dat aan. En je hebt ook een foto mee, hè, van Donna? Ja. Ja, ik heb deze even meegenomen. Deze foto hebben we in de huiskamer staan. Dus ik zie haar gewoon, we zien haar de hele dag. Hmm. Dus ze blijft er gewoon bij op deze manier. Wat een moppie. Ja. En hoe is dat dan met die beleving van de decembermaand? Want je omschreef het net al als een donkere wolk die daarboven is komen hangen, hè?
Ja, kijk, hoe dat voor haar is, dat moeten we deze komende decembermaand weer zien. Want vorig jaar waren we natuurlijk... was ze hoogzwanger. Dus waren we ook daar heel druk mee bezig. Want er is opnieuw iemand op jullie pad gekomen. Ja, dus dat was een... Ja, dat was een goede afleiding, laat ik het zo maar noemen. En dat was dus ook vorig jaar rond dezelfde periode. Ja, dus vorig jaar is Lina dan op 25 november geboren. Dus toen zaten we met een pasgeboren baby weer in de decembermaand. En nu is het 2 jaar geleden en alle mensen om ons heen die zijn daar niet meer mee bezig. Nee. Nee, dat is ook wel begrijpelijk. Dus je bent weer gewoon alleen met die herinneringen en dat verdriet. Dus hoe dat gaat, kan ik niet voorspellen. En weet je nog wat het met je deed om dan naar Lina, jullie derde kindje, te kijken? Weer zo'n mooi babytje. Kon je daar naar kijken zonder dat die paniek weer kwam? Ja, dat wel. Ik kon er wel van genieten. Alleen, alleen bij het minste geringste krampje of hoestje. Ja, dan reageer je gewoon anders als je dat hebt meegemaakt. Ja. En ook 's nachts. Ze slaapt in 2 verdiepingen onder ons. Met de babyfoon. Als je dan wat hoort, ja, dan zit je rechtop in je bed. Mm-hmm. En nog steeds. Als ze 's ochtends, toevallig vanochtend... toen was ze om 8:30 nog niet wakker. Nou, dan hebben we allebei zoiets van... snel kijken, want zou ze nog wel leven? Ja, dat is natuurlijk dat is geen normale reactie. Maar dat hebben we gewoon. Ja. Je vertelde dat je als kind blij werd van het kerstverhaal, hè? Ja. Dat verhaal gaat ook over uitkijken naar een baby. Ja. Is dat iets wat nu veranderd is voor je? Of heeft Lina daar een ander licht weer op geworpen? Nou ja, ik heb dat nog niet in connectie gebracht met het... Met het kerstverhaal, alhoewel het kerstverhaal gaat natuurlijk wel over de baby die het nieuwe licht is in de duisternis. En die de mensheid moet gaan redden. Hm. En zo zag ik zag ik Lina inderdaad ook. Ja? Deze baby was licht in de duisternis. Heel mooi. Zoiets stond toch ook op het geboortekaartje van Lina? Iets over licht en duister. Ja, dat ze een regenboogkind is. Ja. Ja, de zon schijnt door de regen heen. En dan krijg je een regenboog. Zo zag ik dat een beetje. Ja? Ja. Het licht in de duister dat ons allemaal verbindt, had ik geschreven... op de kaart. De duisternis die wij allemaal hebben gevoeld. En niet alleen Caroline en ik, maar ook echt iedereen om ons heen. Hebben allemaal zo'n zwarte periode meegemaakt. En ze maakte weer enigszins iets van het verdriet goed. Ja. Hoop in die ellendige tijd. Kon je daarmee omgaan met dat licht? Als dat na zo'n donkere periode op je pad komt? Ja, ik was daar wel heel blij mee. Dat ze ook al meteen al, eigenlijk was ze al, wat is het, 2,5 maand na het overlijden van Donna raakte Caroline in verwachting. En ja, ik heb dat echt altijd als een groot geschenk gezien. Ja. Ja, en zo zie ik het nu nog steeds. En het is ook zo'n bijzonder meisje. Hm. Want... Ja, ze heeft een gulle lach. Ze lacht de hele dag. Oh, wat heerlijk. Zij moest er zijn. Dat is zo bijzonder. Dat is gewoon... Ik vind dat gewoon niet normaal. Dat is altijd zo. Iedereen die haar ziet... Ze lacht naar iedereen. En dat doen niet veel kindjes. Ze is gewoon een soort gezonde engel.